De vrouwen van PSV FC Eindhoven speelden afgelopen vrijdagavond hun tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Een wisselvallige seizoenstart kent de ploeg van Hesterine de Reus. Het won in Den Haag, het speelde gelijk tegen Twente thuis en verloor bij FC Zwolle. En opent hier sterk tegen hekkensluiter Sportclub Heerenveen. Het schot van de Biggelaar. En wil PSV FC Eindhoven in de top 4 eindigen van de Benelink, dan moet het wel winnen van de hekkensluiter. Want die ploeg scoorde pas één keer en dat was ook nog een eigen doelpunt. En dit weer een kansje voor Marjolein van de Biggelaar, de vrouw met nummer 10. En zo komt dat doelpunt waar PSV recht op heeft dichterbij. Goeie lange bal. Vanuit de achterhoede naar de linksbuiten Jesseling Kuipers. Goeie actie, goed schot, maar het zij net. Roxanne van den Berg, de doelvrouw van Heerenveen, zat er goed bij. Dan de Friezinnen met een lange bal na ruim een half uur spelen. Daar lijkt weinig aan de hand, maar Van Erp gaat in de fout. En Wendy Mulder profiteert. Zij scoort het eerste Friese doelpunt dit seizoen in de Benelink. En PSV FC Eindhoven staat achter. En dat is dan toch wel een onverwachte tegenvaller. Angela Christ kansloos bij het schot in de korte hoek. En dus moet PSV ruim een helft lang in de achtervolging. PSV zet druk en Manon van der Boogaard verovert de bal. En paast dan naar Danielle van den Donk met de kans. Want die wordt door Ingrid Schuiten van de lijn gehaald. 1-0 is dan de ruststand. En in de tweede helft snel de lange bal. Weer van den Donk. Maar dit slappe rolletje is uitermate makkelijk te verdedigen door Van den Berg. Welke troeven heeft Hesterine de Reus nog achter de hand om in ieder geval een punt over te houden aan dit duel? Terwijl Heerenveen eruit komt via de vrouw met nummer 10, Vivianne Miedema. Dat was dé kans om de score te verdubbelen en dus ontsnapt PSV FC Eindhoven. Een uur gespeeld met Marjolein van der Biggelaar. De voorzet en Danielle van den Donk uit de draai. Maar ze doet het heel onbesuist. Hoog over. En dus blijft die 1-0 achterstand op het bord staan. Kellners, ermee opgekomen rechtsachter. Wordt daar stevig aangepakt. Maar behoudt de bal en wurmt zich er goed tussendoor. Prima voorzet. En dan via Van der Boogaard komt de bal uiteindelijk bij Van der Biggelaar. In het 5 meter gebied mag die bal tussen de palen. Het is niet aan de vrouwen van PSV SC Eindhoven besteed. Peters met de inspeelpaas op Van den Donk. Die vindt Van der Boogaard. Wie is er mee? Wie is er scherp? Dat is Van den Donk. En zij schuift de bal onder Roxanne van den Berg door. En zorgt voor de 1-1 en voor de opluchting. De gelijkmaker is verdiend, daarover geen twijfel. En met nog 20 minuten te spelen zit er misschien nog wel wat meer in het vat. Van den Donk. En dit is Kolen aan de rechterkant met het schot voorlangs. En opnieuw een mogelijkheid om zeep geholpen om de ploeg op voorsprong te zetten. Dan de absolute slotfase van dit duel. De vrouwen uit Heerenveen natuurlijk dolblij met een punt. Dat is voor PSV te weinig. Van den Donk met dé kans op de knieën van Van den Berg. En zo eindigt het duel in 1-1. Dat is teleurstellend, maar de Reus benadrukt de positieve punten. Ja, nou, ik vind dat we goed gespeeld hebben. Laten we daarmee beginnen. Veel kansen gecreëerd, maar niet goed gedaan voor de goal. Want we scoorden er maar 1. Dus dat was niet genoeg vandaag. We hadden zeker wel veel meer moeten scoren. En zeker de kansen die we hebben gecreëerd, moesten zeker wel. Het kon wel 5-1 worden. Dus dat is wel echt teleurstellend, ja. En dit zijn de uitslagen in de Benelink Orange. PSV verliest dus punten thuis tegen Heerenveen. Ajax wint thuis van PEC Zwolle. ADO Den Haag wint bij FC Utrecht.
En Telstar verliest thuis van FC Twente met 1-0. De stand, FC Twente aan de leiding, 1 punt voorsprong op Ajax, gevolgd door ADO Den Haag en PEC Zwolle. En PSV blijft vijfde. Dat is niet voldoende om naar de kampioenspool te gaan na de winterstop.